In deze video wil ik u voorstellen aan de Canon EOS M. Niet zozeer wat betreft zijn specificaties of zijn prestaties, maar meer wat betreft de positie ten opzichte van andere camera's. Wie gebruikt die camera? Waar is die voor bedoeld? Voor de beeldvorming haal ik hem er even tussenuit en dan houden we drie gereedschappen over om foto's te maken en video op te nemen. En laten we beginnen met de meest linkse, een smartphone, een mobiele telefoon. Iedereen heeft zo'n ding wel in zijn zak zitten, je hebt hem altijd bij, zit een camerafunctie in. Dus kom je bij een onverwacht moment, onderwerp van een zonsondergang in de file of de eerste stapjes van je zoontje of dochtertje, ja, dan pak je je telefoon en maak je snel een paar foto's om dat soort unieke momenten te vereeuwigen. Prima. Wat zijn de nadelen van zo'n camera, zo'n mobiele telefoon? Is dat, ja, wordt het licht wat minder, ja, dan wordt de beeldkwaliteit, die gaat hard achteruit. En ja, wil je een bepaalde instelling doen, bijvoorbeeld de witbalans veranderen omdat je wat ander licht hebt, ja, dan is dat moeilijk te vinden op zo'n telefoon. Loop je daar nou vaak tegenaan, hè, dat je zegt van, goh, ja, ik vind mijn foto's toch niet van voldoende kwaliteit, want ik fotografeer veel binnen, of ja, ik wil toch eens wat zelf instellen, ja, dan is de stap naar een compact camera voor de hand liggend. Dit is bijvoorbeeld een PowerShot SX 230, prachtige camera. Nou, wat ga je erop vooruit? Je krijgt meer pixels, 12 miljoen. Je krijgt optische zoom, 14 keer. Je krijgt een grotere sensor, dus de beeldkwaliteit zal beter zijn bij hogere ISO's. Is de ISO 200 hier niet meer bruikbaar? Nou, hier heb je nog ISO 800, daar kun je nog een prachtig A4'tje van afdrukken. En er zitten wat knopjes op waarmee je direct een witbalans of iets anders in kunt stellen, zodat je niet helemaal door een menu heen moet. En ja, dat is toch wel weer een stap vooruit. Het is ook een stapje terug, want ja, je levert een stukje portabiliteit in. Dat wil zeggen, qua formaat is je niet zoveel groter, of liever gezegd, is niet groter dan een mobiele telefoon. Maar hij is natuurlijk wel een stuk dikker. En draag je deze ongemerkt in je broekzak, ja, dat doe je met deze niet meer. Die moet of in je jaszak, in je binnenzak, of in een handtas. Bovendien, dit weegt 113 gram, dit weegt 218 gram. Dat is niet wereldschokkend, maar goed, hij is toch wel ietsje meer aanwezig. Maar een dagje Efteling met dat in je broekzak of in je jaszak, ja, dat is natuurlijk een prachtige combi. En dan kom je met hele leuke foto's thuis. Er zitten toch wel wat kanttekeningen aan deze camera's. Is dat ten eerste, ja, wordt het licht nog minder. Ja, dan en moet je naar bijvoorbeeld ISO 1600 of ISO 3200, ja, dan krijg je dezelfde ruis en dingen te zien als bij die mobiele telefoon. Dus ja, de beeldkwaliteit zou in sommige gevallen beter kunnen, zeker bij minder licht. Een ander aspect is, ja, dat is de scherptediepte is altijd groot. En ik zei al, voor dat dagje Efteling, wanneer je een kiekje maakt van voor, achtergrond, alles moet scherp zijn, ja, dat doet hij perfect. Maar wil je nou eens een portret maken met zo'n onscherpe achtergrond, hè, dat zie je vaak, dat zijn die hele flatteuze portretten, ja, dat is hier gewoon wat moeilijker mee. Dus ben je hier eigenlijk aan het eind van de secunde gekomen en wil je een overstap maken, dan is dat een hele sprong. Want dit is een spiegelreflexcamera, die heeft een grotere sensor, dus een betere beeldkwaliteit bij minder licht. Je kunt spelen met scherptediepte, dus ja, je kunt dat portretje maken of die close-up van een vlinder met een vage achtergrond. Dat is daar allemaal geen probleem. Die EOS 650D die kan er allemaal perfect. Maar voor veel mensen is het ook een sprong in het diepe. Want ja, je ziet toch, over portabiliteit gesproken, over draagbaarheid gesproken, ja, dit draag je mooi in een halsriem, maar dit stop je niet meer in een jaszak. Hij is breder, dikker, hoger en vooral ook een stukje zwaarder. Dit was 218 gram, ja, dit loopt al tegen de 750 gram aan. Dagje Efteling is nog steeds mogelijk met zo'n camera, maar hij is wel een hele dag aanwezig. Je moet hem wel in een fototas doen. Doet hem niet meer in een handtasje, maar je moet in een speciale fototas. Een ander aspect waardoor het een sprong in het diepe is, zijn toch ook al die knopjes. Er zitten zoveel knopjes achter op deze camera. Hij heeft al een groene stand om automatisch foto's te maken, net als deze. Maar ja, wanneer je echt dat beeld voor ogen hebt van, ja, zo wil ik het precies hebben met scherpte, diepte en belichting en dat soort dingen, ja, dan moet je een beetje weten wat al die knopjes doen. Ja, ben je niet zo'n hobbymatige fotograaf, maar wil je gewoon leuke foto's maken van je kinderen, ja, dan is dit, ja, toch wel een drempel om over te stappen op zo'n soort camera. Nou,
Er is dus een enorm gat tussen de compactcamera en een spiegelreflex. En daarom zijn de spiegelloze systeemcamera's gemaakt. Omdat deze camera, de EOS M, geen spiegel heeft, kan die dus compact zijn. En hij is dus maar ietsje groter, zoals we even aan de zijkant zien, als deze Powershot. Prachtig. Hij heeft wel een iets grotere lens. Ja, maar dat is niet zo'n ramp. Ja, wanneer je dit met een klein riempje om je nek hebt, dan voel je dat helemaal niet, dat ding. Dat weegt maar 400 gram. Ja, dit was 218. Dus de draagbaarheid ten opzichte van deze is nagenoeg hetzelfde. De bediening, ja, zaten hier veel knopjes op? Ja, nou, hier zitten niet veel knopjes op, hoor. Kijk maar eens. Er zitten zelfs nog minder knopjes op dan op een compactcamera. Dus de belangrijkste knop op een EOS M is zijn ontspanner. Hij heeft een mooie, intelligente, automatische functie. Ja? En daarmee kun je dus 95% van de tijd prachtige foto's maken. Kleur, belicht, allemaal goed. Het leuke is wel, in zijn menu's zitten wel mogelijkheden om sluitertijd voorkeur, diafragma voorkeur. Dus je kunt alles wel handmatig instellen. Maar hij is echt bedoeld van, hé, ik ben een gemaksfotograaf. Ik wil alleen maar leuke foto's maken en niet bezighouden met al die getalletjes. Ja, laat mij voor de bediening gemak kiezen en dan kies je hiervoor. Ja, wat hij heeft een grote sensor. En net zo'n grote sensor als deze. Waardoor hij bij hoge ISO's, en dan praat ik over ISO 3200, nog prachtige foto's maakt, net als hem. Omdat hij een grote sensor heeft, kun je spelen met die scherptediepte. Ja, kun je ook, net als hem, een portretje maken, ja, met de vage achtergrond of een mooie close-up van een bloem. Dus in wezen is het voor de alledaagse familiefotograaf de best of both worlds. Je krijgt de beeldkwaliteit en de creativiteit van een spiegelreflexcamera. En je krijgt de compactheid en de eenvoudige bediening van een compactcamera. De EOS M vult mooi het gat op tussen compact en spiegelreflex. En is zeker voor die familiefotograaf een heel mooi alternatief.